Al redelijk veel gedaan de voorbije dagen. Bijvoorbeeld zoals gisteren zijn we hier de hele dag komen repeteren. En dan s'avonds zijn we naar het Gravenhof gegaan, waar we ook hebben overnacht. En daar hebben we heel veel cadeautjes gekregen. Onze tanden zijn ook gebleached. En dus nu gaan er nog vele opdrachten komen. Maar nu is het voor het moment focussen op wat er vandaag nog gaat gebeuren, want het is toch redelijk spannend. Dus. Alors pour ce soir, on a plusieurs défilés de prévus. Un avec des vêtements de Caroline Bis, ensuite en bikini fax et pour terminer, on va défiler dans une robe de Deborah Valesquez. Zie je het zitten? Ja. Ik heb zeker geen stress, ik kijk er naar uit. En ook omdat er veel familie en vrienden komen en zo. Dus dat is dan nog extra leuk eigenlijk. Succes! Je hebt waarschijnlijk één korte opdracht gekregen en dat is de mussen mooi maken. Lukt dat een beetje? Ze zijn sowieso al mooi, dat is niet moeilijk, maar ja, dat gaat goed. You work with the Office of Tourism for Thailand. How does the cooperation with Miss Belgium goes? We work with the Miss Belgium Committee and our partners like Thai Embassy, Thai Airways to support them to go to Thailand to promote tourism in Thailand. And for this year, they will come up to Chiang Mai, the north part of Thailand. Yes. Miss Belgium used to be in Thailand last 2 years in Phuket and Khao Lak in Phang Nga, and they bring good image for our country. So this year, we hope that they will have successful trip in Thailand again. Je trouve qu'il y a un bon cru. On a vu ce soir de jolies filles, elles avaient l'air fort motivées. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'énergie qui ressort. Et je pense que c'est un bon cru 2012. Magic White. Nous sponsorisons donc ici le défilé, donc Miss Belgique. Et c'est la première année qu'on participe à l'événement. Et donc en espérant beaucoup de succès. Of Thailand, it is because of you that the finalists, they have an opportunity to go to Thailand. It's very beautiful. Well, we are proud actually to be a part of Miss Belgium 2012, to be able to, you know, play host to the activities leading up to the 2012 final.